Ik ben Karin Ingels-Salonne en velen van jullie kennen mij al natuurlijk van het filmpje samen met Peter Bierhoff. Ik zit hier in mijn praktijk. Ik had beloofd om een filmpje te gaan maken en een kijkje te nemen op wat er eventueel staat te gebeuren in de toekomst. Ik heb even een beetje moeite om te focussen op mijn camera. Zoals jullie kunnen zien, ik heb een speciaal behandelbed. Ik heb aan de andere kant van de camera, zeg maar, daar staat mijn computer. Ik heb hier allemaal kaartjes. Ik werk heel graag met de antwoordenkaarten van Doreen Virtue. En ik werk heel graag met de tarot, de Engelen-tarot, ook van Doreen Virtue. En ik werk ook graag met de Gaia-kaarten, maar ook de opgestegen meesters. Dus ik heb ook de Shadow Tarot, de Shadowscape Tarot, sorry. Als ik met een reading bezig ben, dan werk ik toch om te confirmeren wat ik voel en wat ik doorkrijg met de Lenormand-kaartjes. Ik heb altijd mijn oude dekje. Ik weet niet waar ik die nu op dit moment heb liggen. Nou, dat ligt ergens op de plank. Ik heb altijd eerst mijn oude dek gebruikt, mijn originele dekje. Totdat ik de Gilded Reverie Edition tegenkwam. Die vond ik wel erg leuk. En toen had ik zoiets van, hé, daar wil ik heel graag mee werken. Dus er zitten wat extra kaartjes in. En die geven dan wat extra uitleg over bepaalde dingen. Als jullie wat geklop horen, mijn man is bezig met straten. Wij hebben een bron gekregen, een waterbron. En die levert fris grondwater voor de tuin, voor de plantjes die ik plant en voor eventueel groenten die ik nog wil planten in de tuin. Ik heb al rabarber staan, ik heb al aardbeien staan. Maar ik wil op de loop de tijd wil ik veel meer in mijn eigen grond. Ik heb al druiven, eigen druiven. Ja. We hebben vorig jaar dat gebruikt om het zo te eten en om daar jam van te maken. En de jam raakt nu een beetje op, dus een heel jaar jam hebben van druiven is ook erg lekker. Ik ben zelf niet zo'n grote jameter, maar ik vind het wel lekker om het ergens bij te doen of iets dergelijks. En je kan het mengen in de rabarber, die we ook hebben staan, overigens. Maar ik wil nog veel meer zelfvoorzienend gaan worden. En ik denk dat het ook belangrijk is op den duur dat mensen dat ook voor hunzelf gaan proberen. Goed, ik ben op dit moment de kaartjes aan het schudden. En we gaan eens even kijken wat de komende periodes. En dan praat ik vaak over nu en een klein half jaar. Het kan iets korter, het kan iets langer zijn. Dat hangt een beetje af van hoe de zaken allemaal geregeld worden. En onszelf. We zijn altijd nog de keeper van ons eigen. Van onze eigen toekomst. Hè? We kunnen zelf onze eigen toekomst creëren. En wat ik ook vaak dan ook zeg, dat het belangrijk is om te weten dat wat jij visualiseert, dat je daarmee ook je eigen toekomst kunt creëren. Hè? Dus als jij een hele mooie toekomst ziet met dat de mensen meer met elkaar zijn en meer met elkaar kunnen delen en elkaar in de waarde kunnen laten, onvoorwaardelijk kunnen laten zijn. Dan creëer je die toekomst. En ik denk ook dat het belangrijk is dat je gewoon daar wat meer naartoe gaat. Dat we proberen onszelf ook dagelijks even die pep te geven. Dat we zeggen ook tegen jezelf, kijk eens in de spiegel van, goh, je bent leuk, je bent mooi en je bent heel wijs. En je mag ook zeggen tegen jezelf, ik ben heel eigenwijs. Ja. Eigenwijs is ook heel belangrijk. Die eigen wijsheid is super belangrijk. En zoals jullie veel weten, Dutch Digger, Wim Visser, praat altijd over God en over de Bijbel. Ik ben niet zo van de Bijbel, maar ik geloof wel degelijk dat er meer is. Anders kon ik dit ook niet doen. Ik ben namelijk als kind zijnde, ben ik best wel, op een gegeven moment had ik momenten dat ik dacht van, oh, ik zie toch meer dan anderen en ik merk ook meer dan anderen en ik voel meer en ik weet meer. En dat werd vaak altijd afgedaan als, nou, dan komt zij ook weer aan, spuit 11, zeiden ze dan.
En dat was niet altijd even prettig om dat dan aan te horen, dat je niet voor vol werd aangezien. Terwijl datgene wat tegen je sprak heel duidelijk was en zei van je moet wel doorgaan, want het klopt gewoon wat je zegt. Ja, dan kwam ik er later gewoon achter dat dat inderdaad klopte. En dat vond ik altijd wel heel bijzonder. En ik heb ook vaak aan mijn moeders rokken getrokken en gezegd van mam, dat en dat, zus en zo. En het was niet altijd leuk, want waren de kennissen van haar of vriendinnen of iets dergelijks. En dan zei ik daar iets over. Dan zei ik dat dan een beetje mispelend, hè, een beetje fluisterend. En dan zei ik dat zo vlakbij er. En die mensen vingen dat dan op. En die vonden dat niet altijd even leuk dat ik dan dingen zei wat ik eigenlijk niet kon weten. En mijn moeder heeft daar wel eens ja, mij voor gestraft. En daar heeft ze later ook ooit wel haar excuses voor aangeboden. Maar op die manier kwamen ze er wel achter wie wel eerlijk was en wie niet. En dat kwam door mij. En dat werd me niet altijd in dank afgenomen, op school ook niet. En het is belangrijk dat je voor jezelf dan gaat kijken. Hè? Dus ik heb een periode gehad dat ik echt heel veel moeite had met mezelf. Waardoor ik ook op een gegeven moment gewoon mijn talenten achterover schoof. En echt zo van, ja, ik wil daar gewoon even niks mee van doen hebben. Want ik krijg alleen maar vervelende berichtjes of mensen doen naar tegen me. En ik ben de ontwikkeling weer ingegaan toen ik mijn huidige man heb ontmoet. En dat is nu ongeveer 26 tot 27 jaar terug. En die heeft mij gewoon erop gewezen van, Karin, je mag zijn wie je bent. Want je bent oké. En alles zit gewoon op de goede plek. Je hebt hart op de goede plek. En het wordt tijd dat je dat meer gaat uitdragen. Want mensen hebben blijkbaar heel veel aan wat jij ze meegeeft. Dus ik ben daar meer in de ontwikkeling gegaan en ik heb mensen bezocht waarvan ik nog altijd dankbaar ben dat ze op mijn pad zijn gekomen. Ook al doen die mensen nog altijd raar tegen mij, over mij, lullen over mij. Nou ja, ze doen maar wat ze willen. Ik laat het me niet meer raken. Want ik ben nog steeds dankbaar voor de lessen die ik heb mogen leren in die tijd. Dus dat mag je dan ook gaan bedenken, dat dat ook heel belangrijk is. Dus alles wat naar je toe komt op dit moment, en dat kun je zelf dus visualiseren. Dus als jij goed van hart bent en je probeert het ook uit te dragen, dan komt het ook gewoon naar je toe. Ja, ik heb ook wel eens dat ik denk van wow, ik wil daar gewoon op reageren. En ik ben ook nog steeds gewoon mens. En dat wordt wel eens vergeten en dan wordt er heel gauw gesmeten met van ja, maar jij bent een medium en dat mag je niet en dat mag zus niet. Hallo, ik ben nog steeds gewoon mens. Ik heb ook mijn gevoelens, ik heb ook mijn dingetjes. Dus vind ik het heel logisch dat ik wel reageer en ook ik heb een mening. En die mening mag uitgesproken worden. Het is niet altijd even leuk dat mensen soms zo reageren dat ik denk van waar hebben die gelegen onder een steen of zo. Ja, dan vind ik het gewoon belangrijk om feiten neer te leggen en ook links mee te geven. Dat ik zeg van, joh, ga eens verder kijken naar je neus lang is, want dat kan belangrijk zijn. Nou, sommige mensen zeggen van, ja, maar ik weet niet hoe krijgen we dit verspreid? Het lijkt wel of wil de waarheid niet gezien worden. Start je eigen groepjes desnoods. Ga met groepjes samenkomen. Spreek af dat je koffie met elkaar gaat drinken. Ga erover praten. Wees lijfelijk met elkaar. Zorg ervoor dat je gehoord en gezien wordt door anderen. Dat kan zijn door familie, dat kan zijn door vrienden, dat kan zijn door andere mensen die het graag willen horen of zien. Die zeggen van, oh, is dat zo? En waar haal je dat vandaan? En die daar meer over willen weten. Dus doe je voordeel bijvoorbeeld met Telegram. Als je ziet hoeveel censuur er gepleegd wordt nu op al die andere kanalen, dan denk ik, ja, doe je voordeel met Telegram. Er is ook een MeWe, er is ook een Friendweb, er is ook nog een Hiveboek. Daar kun je heel veel op kwijt als je dat maar wil. Als je wil delen, dan kun je een heleboel delen en dan worden steeds meer mensen bewust van het feit dat er iets anders mag zijn dan wat er nu gaande is. En ik denk wel dat het belangrijk is ook voor mensen om te weten dat we met z'n allen daar een stukje aan kunnen deelnemen. En dat we allemaal een stukje kunnen gaan delen ook om dat te gaan doen. Dus wil je een eigen kanaal maken? Doen. Ik werd op een gegeven moment. Nou, ik zit al jaren op Telegram. Ik geloof al, ik denk wel 8 jaar misschien. Ik heb geloof ik al 8 jaar of zo.
En ik heb altijd geprobeerd, mensen komen naar mijn Telegram-kanaal, want daar kan ik ook heel veel. En het werd altijd heel, er werd heel lacherig over gedaan. En nee hoor, ik blijf mooi op Facebook. Ja, ik noem het Facebook, want het is gewoon fake. Het is gewoon geen gezichtenboek meer. Het is niet meer gezellig. Dus ik had zoiets van, nou weet je, ik blijf gewoon op die Telegram en ik ga wel kijken. Ik had ondertussen ook een Miwi. En Miwi zit ik ook al 6 jaar op, geloof ik. Als het niet langer is. Ik ben gewoon maar gaan kijken naar alternatieve kanalen. En ik vind ook dat we met z'n allen gewoon allemaal dat Facebook links moeten gaan laten liggen. Of daar echt letterlijk van af moeten gaan. Want hoe minder het bekeken wordt, hoe beter het is voor die andere kanalen. Zodat daar meer mee gedaan wordt. Telegram kun je ook beter vanaf het net halen. Niet via het systeem van de app-systeem. Dus ga naar telegram.org en ga daar gewoon je app weghalen. Dat is nog het allerbeste. Want Telegram, die wordt vaak via de App Store, wordt die geboycott op een heleboel manieren. Of je krijgt iedere keer dat je een update moet doen of wat dan ook. Dus het is wel belangrijk om te weten dat je ook via telegram.org, dat je daar ook je app kunt vandaan halen. Nou, dat was eigenlijk een beetje een kleine introductie van mijn kant uit. Als je iets meer wil weten, kijk dan ook gerust even op mijn website equalstarwoman.com. En dan, ik heb de link wel gedeeld in mijn Telegram, dus ga gerust even kijken. Nou, we gaan dus even zien. Ik heb in dit moment dat ik contact heb gelegd met de engelen en de bescherming. Het is altijd belangrijk dat je de bescherming ook aanroept. En dat je contact legt met je gidsen. Dat kun je heel makkelijk doen door af en toe even dagelijks even te gaan zitten. Heel stil te zijn, stilte om je heen te nemen. En dan kan je bijvoorbeeld staren naar een vast punt. En dat staren naar een vast punt, bijvoorbeeld een lichte plek op de muur of zo. En dan gewoon innerlijk luisteren. Luister naar je innerlijk. Wat heeft dat te zeggen? En dat kan al heel veel moois gaan geven aan boodschappen. Nou, we beginnen met de weg. Kaart nummer 22. En de weg, hier zie je dan een trap. Hè? Eigenlijk in het origineel is het de weg. En dit vind ik wel een hele mooie kaart. Want deze, daar staat ook 22 en dan Q. Kijk, hieronder. Dus het is niet voor niks dat die valt als beginkaartje. Dit is voor mij een teken dat ik daar even in mag zien. En mag kijken van wat mag er nog uit voorkomen. Dus ik ga er nog een kaart oppakken. En we pakken kaart de ladies. Nummer 30. We zijn vandaag 30. Dus er komt verandering. En dan pakken we de kaart de 33. De sleutel. Je ziet de sleutel en een mooie bloem. De kooi staat open. Het is aan ons mensen. Het is aan ons. Het is aan ons om juist open te breken en iets open te gaan breken. De brief. En dat wil zeggen, de berichten komen eraan. De mooie berichten gaan nu stromen. Dus het wordt steeds beter. En ik leg hem toch even in het Keltisch kruisvorm. Voor degene die niet weten wat dat inhoudt. Ik maak er nog een foto van en ik plaats hem er dan eventueel bij. Dan trek ik de kaart. En dit is kaart trouwens nummer 27. De brief. En dan trek ik de kaart daarboven. Is de kaart 32. En dat heeft te maken met de maan en de cyclus. We gaan weer op naar een nieuwe maan. Hè? We hebben de volle maan nu gehad. En we gaan nu op naar een nieuwe maancyclus. En ik denk ook, hè, als ik kijk naar de kaart op zich. We zijn allemaal wat in overdenking. En wat gebeurt er nu allemaal? En waarom duurt het allemaal zo lang? Hè? Want er zijn al mensen geweest die dus voorspellingen hebben gedaan. En die hebben dus daar ook datums bij genoemd. Ik ben niet zo van de datums, als ik eerlijk ben. Ik hou er wel van om gewoon te spreken over wat er nog mag gaan komen. Maar datums, daar hou ik niet echt van. Ik vind dat ook niet zo belangrijk. De brug. En dit is de extra kaart die erin ligt in de Lenormand kaart. En de bruggen wil zeggen, we zijn met z'n allen heel hard bezig geweest om juist die bruggen te maken. En zoals je ziet, het ligt op het einde
van die andere brug, die tweede brug, hè, daarboven. Je ziet eigenlijk, als je goed kijkt, meerdere bruggen. Maar goed, dan moet je heel goed kijken in de kaart. Dan zie je gewoon dat daar nu verandering in gaat komen. Die eerste brug hebben we moeten leggen om bij die volgende brug te komen. Dus er komt verandering in de hele situatie. En dan praat ik over het algemeen plaatje de wereld. De wereld en de mensheid. Dus de bruggen worden geslagen en er komt verandering. Maar we hebben toch geduld nodig. Hè? En de tijd zal het leren. Dit is ook zo'n extra kaartje van dus de Lenormand Gilded Reverie. En de tijd zal het gaan leren. Als je ook ziet naar de kaart op zich. Hè? Dus, en het is eigenlijk dan nu de persoonskaart. En dat als ik die als persoonskaart neerleg, heeft dat te maken met ons allen. Dus het telt voor ons allemaal. En de tijd is aan ons nu om dat te gaan veranderen. Ja, en dan komt er een verschuiving. Mensen zullen zeggen, de ooievaar heeft dat met geboorte te maken. Ja, nieuw begin. Een nieuw begin. Dus het komt eraan. Het zit in de pen. Dus de komende maanden zit er echt een nieuw begin aan te komen. En dan de vos. Ja, die verliest niet zijn haar, maar wel zijn... die verliest niet zijn streken, maar wel zijn haar. Sorry, verkeerd om. En dan zul je zien, er zal altijd nog weer iemand zijn die even roet in het eten wil gooien. Ja, dan trek ik een wat oudere dame. En dat, die oudere dame kan te maken hebben met het feit dat er wat oudere mensen zijn die nu het heft in handen gaan nemen de komende periode. En dan zie ik de beer en dat, is een, dat kan staan voor een moeder. Dat kan staan voor een grootmoeder. En in dit geval vind ik het wel grappig, want het is een ijsbeer. Dus het komt meer in de koude periode. Dus wanneer de koude periode komt, zal er verandering gaan komen. Zowel als binnenhuis als buitenhuis. En het, we hebben nog wel een stuk te gaan, maar dan valt de berg. Eigenlijk is dat wel bijzonder, want je ziet echt dat de vrouwenenergie, als ik die oudere dame pak, dan de ijsbeer, of de beer, en het huis en dan de berg, heeft eigenlijk allemaal met elkaar te maken. Dus het is een vrouwelijke energie die voor verandering gaat zorgen in ons hele gebeuren. Dus er gaat echt binnen de vrouwelijke energie gaat er een verandering plaatsvinden. Sorry voor al dat lawaai wat op achtergrond is. Mijn man vond het nodig om dat straatje te doen. Want ja, het lag nog open. En het is wel belangrijk dat we daar fatsoenlijk weer langs kunnen gaan lopen. Maar als je dan ziet naar het algemene plaatje van de kaart, dan vind ik hem eigenlijk helemaal niet echt zo negatief. Hij is ook nog niet positief. Dus er mag best nog wel wat verandering gaan komen in de komende periode. Maar dat kunnen we dus met z'n allen doen. Dat moeten we met z'n allen doen. Goed, ik ga nog even kijken. Ja, weer de vrouwelijke energie. Dus dit is de officiële vrouwelijke kaart voor in het dek. Die andere vrouw, dat is een bijlage om zo maar te zeggen. Als ik die kaarten weer opleg, dan zie ik toch dat er een vrouwelijke energie voor verandering gaat zorgen in het hele gebeuren omtrent alles wat er nu gaande is. Ja. En dan krijg ik toch een hele mooie kaart. Dus ja, daar zit een 9 bij. En als ik zie naar de kaart op zich en het hele gebeuren over het algemeen, dan denk ik dat we tussen nu en 9 maanden wel verandering mogen gaan verwachten. Het lijkt heel lang, maar de verandering is nu al bezig. Hè? Dus daarvoor had ik de ooievaar gepakt, dus het nieuwe begin. Ja, dan zie je toch ook wel dat er nu iets staat te gebeuren en dat dat gewoon opengebroken mag worden. En moeten nog dingen naar voren gaan komen. Wat ik erbij kan vertellen is, wat een heel mooi wonderlijk schouwspel is, de natuur vertelt je ook heel veel dingen. Als ik dan naar de natuur kijk en ik ben aan het wandelen met een hond, dan zie ik veel molshopen, ineens een nieuwe molshopen oppoppen. En dan zeg ik altijd, ah, er mag steeds meer nu naar voren komen. Ook waarheden, ook dingen die het donker, te donker waren, die nu aan het licht gebracht moeten worden.
En dat is ook wel even fijn om te weten natuurlijk dat dat nu ook hoog nodig is. Dus kijk ook naar de natuur. Kijk naar de dingen wat er verandert. Kijk ook naar het water. Zie maar wat er allemaal gebeurt. Zoals je ziet dat water gisteren in Zuid-Limburg en in het zuiden van Duitsland. Ja, er is ook een harpsysteem actief in Duitsland. En als je ziet welke strepen er elke dag weer getrokken worden. Nu zie je het dan toevallig misschien niet omdat er bewolking hangt. Maar als je kijkt dagelijks naar de blauwe lucht hoeveel strepen dat er getrokken worden van de vliegtuigen. En ja, dat is allemaal zo bepaald dat dat moest. Ja, op die manier kunnen ze het weer beïnvloeden. Ja, dat is dan toch ook wel heel lastig eigenlijk. Nou, ik wil eigenlijk de video niet langer maken, want dan wordt hij te lang om te downloaden. Zoals ik gezegd heb, hij is niet echt negatief. Maar super positief is hij ook nog niet. Dus we hebben gewoon geduld nodig. Ik ga gewoon de volgende keer weer verder kijken. En hou mijn kanaal in de gaten. Deel mijn kanaal. Ja, niks moet. Ik zou het leuk vinden als er natuurlijk meer leden gaan komen. En het mag gezelliger zijn, zou ik zo zeggen. Als je het leuk vindt wat ik doe, wil je contact met mij. Ja, daarmee, je hoeft van mij natuurlijk geen link om een donatie te doen. Ik zou het gewoon alleen heel prettig vinden als mensen zeggen, goh, ik wil eigenlijk best wel een consult van je. Ik doe ook niet al te dure consulten. Hè. Je kunt ook via WhatsApp even een berichtje doen. En dan zeggen van, goh, ik zou best die zoveel minuten willen. En dan doen we even een tikkie. En dan krijg je op die manier ook een consult. Het hoeft niet altijd via een website waar je 90 cent per minuut moet betalen aan de telefoon. Ik kan ook skypen met je. Ik kan ook via video bellen. Dus er zijn mogelijkheden genoeg als je contact met me wil maken. En zegt van, goh, nou, ik zou haar best wel wat gunnen in haar inkomsten. Wees welkom om een reading aan te vragen of iets dergelijks. Helemaal persoonlijk op jou gericht. Ik kan je coachen als het nodig is. En ik doe nog veel meer. En ik doe ook healingen tijdens het gesprek. Dus er mag van alles gebeuren als ik eenmaal met jou contact maak. Ik ga nooit zomaar zonder jou zomaar contact maken. Dat mag niet. Dat is een universele wet. Dus, daar laat ik het bij. En ik hoop dat je het leuk vond. Laat even een fijne reactie achter. En dan probeer ik zo vaak mogelijk eens even een leuk energie-update kaartje te leggen voor je. En misschien dat ik in de Telegram groep ga ontdekken hoe je dus een video gesprek kan gaan voeren. Waarmee ik dit bijvoorbeeld live kan doen of zo. Moet even onderzoeken hoe dat werkt. Ik moet dus even gaan oefenen met iemand. En dan eens even kijken of dat mogelijk is. Misschien dat ik het eerst eens even, dat ik even een apart kanaaltje ga maken. En even met bekenden ga oefenen. Om te kijken of dat werkt. En wellicht kan ik dan iedereen eens een kaartje gaan geven voor gewoon zo even om te kijken van wat dat doet. Nou, dat was hem. En bye bye, zwaai zwaai. En tot een volgende keer. Hey, doeg!